Yo, Nintendo fanboys en fangirls. Je bent zelf een fanboy. Ja, klopt. En ik ben er trots op. Ben jij er ook trots op? Doe een duimpje omhoog voor deze Mario Galaxy video. En dan gaan we hier naar de Garden. Dit is de laatste dome. We hoeven nog maar 11 sterren. Wow, dit zit er... Wat? Ik ben helemaal confused nu. Dit ziet er zo anders uit dan de rest. We kunnen hier 2 nieuwe galaxies openmaken. En we gaan deze openmaken. En dit is de... diepe, donkere galaxy. Het ondergrondse spookschip. Ik vind leveltjes met boost altijd heel leuk. Dus ik ben benieuwd of wij dit leveltje ook leuk gaan vinden, jongens. Vergeet ook niet te abonneren, hè. Als je Mario Galaxy vet vindt. Als je Pokémon vet vindt. Want Pokémon gaan we ook bijna weer spelen op dit kanaal. Wat is hier gaande? Hallo, kan ik mezelf hier op lanceren? Nee, niet zo makkelijk. Daar lag namelijk een uppie. Wat heb jij te vertellen? We zijn momenteel op vakantie. Dood bedoeld. Een galactische onderzoeksmissie. We moeten een beetje geduldig zijn met ze. Oké, ik heb een tip van jullie gekregen, jongens. Ik wist niet hoe ik deze krabben sloopte. Maar, schijnbaar, moet je die vanaf de... vanaf de achterkant pakken. Zo, hoppakee. Kan ik hierin? Ja, ik kan hierin. En dan moet ik mezelf afschieten. Zal ik mezelf naar deze planeet schieten? Deze planeet ziet er wel cool uit. Wat is dat voor een ster? Wow, hier. Wat? Oké, dat ging nog maar net goed volgens mij. Of word ik weer teruggeschoten nu? Ja, ik ben weer teruggeschoten. Oké, misschien kan ik nu wel het uppie pakken. Ah, nee, net niet. Potverdorie. Wat is dit? Er komt hier iets uit. Uit de grond. Oké, eerst even deze dan. Eerst even die krappies. Lekker, krappie is weg. Oké, wat is dit voor hoopje stenen? Ja, hier ligt in ieder geval een muntje. Dan ben ik weer vol. Oké, cool. Kill Krabby. Maak hem kapot. Hoppa. Oké, daar is een blauwe krab. Yo, blauwe krab. Oh, die rent weg. Die is bang. Pak hem. Nice. Uppie erbij. Lekker. Hier even een rondje in draaien voor Starbits. Oké, jongens, misschien moet ik zwemmen. Misschien is er iets in het water. Oké, ga maar naar beneden, Mario. En dan pak je even dit schildje. Zo. En dan gaan we eens even kijken of hier iets in het water is of zo. Oh, kijk, daar is een kistje. Misschien moeten we iets met het kistje doen. Ik denk dat ik even sowieso dit schildje daar bovenop moet gooien. Hoppakee. Ook voor een uppie. Ik denk dat ik toch even... Misschien moet ik mezelf wel naar die planeet daar laten schieten dan. Hallo, Goomba. Hallo. Echt precies voor zijn hoofd ook. Oké, ik kan hier in ieder geval even deze schroef eruit trekken. Nu is er iets gaande. Maar wat is er nu gaande dan? Oh, alles zo! Superveel muntjes. Ik kan nooit al die muntjes pakken, denk ik. Nou, wel bijna allemaal. Oh, dan word ik weer van die planeet afgegooid. Hè? Oh, wel een bloem. Een bloem. Geef me een bloem. Oké, Mario, schiet wel even de goede kant. Ja, dit gaat helemaal fout. Ik moet hier wegwezen. Ik moet hier keihard wegwezen. Nog even een muntje pakken, denk ik. En dan... Hoppakee. Oh, maar ik snap hem al. Ik had die vuurbloem natuurlijk nodig. Die vuurbloem die heb ik nodig om hier deze dingen aan te steken. Oké, dus we moeten nog een keer naar deze planeet. Ik ga hun even alvast schieten. En dan kan ik bovenop hun hoofd springen. Oké, vuurbloem. Waar is vuurbloem? Vuurbloem. Hier is vuurbloem. Pak hem. Nice. En wegwezen, Mario. Wegwezen. Wegwezen van deze freaking planeet. Nice. Oké. Ik denk dat we nu wel snel genoeg zijn. Want net bleef ik heel lang op die planeet hangen. Dat moeten we nu dus niet doen. Kijk, hoppakee. Ja, en dan ook in die. Nice. En dan gaat die poort open. Ja, kijk, de poort gaat open. Dit is wat we moesten doen. Yo, Kamek, what up? Hier, op je bakkes. Nice, muntje erbij. Ik help de Toads even met hun expeditie, hoor. Expeditie Robinson ding hier zo. Hallo, ben jij hier ook lekker aan het chillen? Het team is een ondergronds meer aan het onderzoeken. Nou, dat klinkt helemaal top. Dan ga ik ook even hier naar beneden, hoor. Oké, go, Mario. Oh, we hebben hier ook last van bloopies. Ik ga gewoon keihard in één keer naar beneden. Oké, misschien moet ik hier even wel deze luchtbel pakken. Pak hem maar, Mario. Pak hem maar. En go. En wegwezen. Nice. Dan is daar een schakelaar die we even moeten pakken misschien. Ja, go. Nice. Top. Lekker. Oké, en door. Door. Ik weet niet hoeveel lucht we nog hebben namelijk. Oh, kijk. We kunnen hier gewoon lucht pakken. Dan kunnen we denk ik naar boven. Oké. Oh, daar is nog een schakelaar. Maar er zijn ook kwallen daar. Pas op voor die kwallen, Mario. Pas op voor die kwallen. Nice. Yes. Oké. En door. Kom op.
Ik weet niet wat hier nou weer naast me zweeft, maar oké. We gaan gewoon naar boven, richting die maan. Oké, cool. We kunnen weer normaal ademen. Gaan we hier uit? Daar is een boe. Oh, hier is dat ondergrondse waterschip van boe of zo. Pak hem. Oh, dat gaat niet op die manier. Oké. Oh ja, ze moesten in het licht, hè? Die boes moesten inderdaad in het licht komen. Kom maar, boetje. Kom maar. Wat? Je cheat mij. Jij belazert mij. Kan ik hier naar boven? Ik kan hier zeker wel naar boven. Hier zit iets, jongen. Oh, alleen maar een paar starbits. Oké, verder naar boven. Zijn die ook alleen maar starbits? Doe ik serieus zoveel moeite voor starbits? Nee, ik doe niet zoveel moeite voor starbits. Zagen jullie het? Ik doe moeite voor dit ding. Hoppakee. Nice, nu kunnen we 6 keer geraakt worden. Dat is lekker, want ik heb zomaar het vermoeden dat we hier weer met een baasie te maken gaan hebben, hoor. Let's go. Het schip op. Ja. Wie is hier? Het is Camela voor de 2e keer. Camela, wat doe jij hier? Met je mooie groene lippenstift. Oké, ik laat die kist eens even heel, want ik denk dat daar een muntje in zit. Oké, ik kan niks met vuur, daar kan ik niks tegen doen. Wat ga je nu schieten? Daar kan ik waarschijnlijk ook niks tegen doen. Ja, maar nu is het wel een kistje. Of een kistje. Kijk, hoppakee. Nu hebben we wel een Koopa Shell, bedoel ik. Nice. Lekker gedaan. Starbits pakken. Hoppakee. Oh, Camela komt dichterbij. Hallo. Hallo. Hoe is het met mevrouw Camela? Gaat het nog een beetje lekker, Camela? Hoppakee. Schildje op zijn bakkes. Nice. Oh, nu wordt hij boos. Nu wordt hij hartstikke keiboos. Wat ga je doen? Moet ik naar boven? Word ik geacht om hier naar boven te klimmen? Ik denk het wel, hè? Ik denk het wel. We gaan hier battelen met z'n allen. Oké, eerst maar eens even afrekenen met Kameki. Dat is 1 Kameki, dat is 2 Kameki. De tweede Kameki die burnt mij. Even dit muntje pakken. Nice, dan hebben we weer 6 leventjes. En nou eens even kijken wat Camela gaat doen. Met de mooie grote vuurballen. Hou eens op, joh. Dank u wel. Een schildje. Waar is het schildje? Daar is het schildje. Pak het schildje. En gooien. Nice. Hoppakee. Oh, hij leeft nog steeds. Camela leeft nog steeds. Camela heeft superpowers. Kom nog dichterbij anders, joh. Potverdorie. Ga eens weg, joh. Opzouten. Geef een schildje. Nu. Kom maar. Kom maar. Oh, nee. Je gaat Kamek spannen. Kamek 1 is al weg. En Kamek 2 is ook weg. Hoppakee. Zo doen we dat. Nu hebben we een schildje te pakken. Oké. Hier ga je, Camela. Hoppakee. Lekker, man. Ah, dit was wel een leuk level. Duurde best wel lang, maar ik vond het wel een leuk level. En we hebben de volgende star. En hiermee, dat betekent dat we nog maar 10 sterretjes moeten. En dan kunnen we Peach gaan redden. Hoppakee, nummer 50 in de pocket. En we hebben weer een nieuwe galaxy ontdekt hier in de tuin. Nou, we hebben nog genoeg te doen hier, hoor. Kijk eens, deze galaxy is nieuw. Die kunnen we gaan checken. En deze galaxy kunnen we gaan checken. Laten we hier naartoe gaan. Dreadnought Galaxy. Wow. Ja, dit ziet er ingewikkeld uit, jongens. Ja hoor, daar gaan we weer. Wow, oké. Wat zijn deze lampjes allemaal, joh? Wow. Wat hebben ze gedaan hier? Wat is dit voor een level? Kan ik hier... Ja, kijk, kan ik hier naartoe springen? De muntjes meenemen voor de zekerheid. Kunnen we hier door, hier langs. Ja, dan kunnen we hier naar boven. Ga ik nog meer... Oh, wow. Ik wist niet dat jij pulsers eruit ging gooien. Ik moet op jouw hoofd springen, hè? Hier. Oh, ik moet op jouw hoofd bouncen. Oké, ook goed. Woehoe! Wow, waar gaan we helemaal naartoe, joh? Dit is een super sick ruimteschip, jongen. Kan ik jullie slopen? Ik kan jullie ook niet slopen, hè? Moet ik jullie... Volgens mij moet ik jullie... Of kan ik jullie wel slopen? Ik kan jullie wel slopen, nice. Ik kan alleen niet op jullie springen, dus ik moet jullie zo op deze manier slopen. Oh, au. En dan moet ik nu... Ja, oké. Dus ik moet eerst... Oh, wow, wacht even. Ik moet eerst... Au, ik moet eerst dit doen. En dan moet ik dit doen. Kijk. En dan heb ik een muntje erbij. En dan kan ik in deze buis. En dan kunnen we verder. Oké. Een 2D-achtig Mario stukkie. Even al die starbits hier pakken... Ja, oké. Dan gaan we hier over en hier over. Oh, die dingen zagen we terug in Mario Kart Live. Deze elektrische bolletjes. Aha. Die komen dus hier vandaan. Oké, we moeten denk ik er aardig voor gaan zorgen dat we niet geplet worden. Dus we moeten gewoon zo omhoog. Yes, nice. Even deze mushroom pakken. Oh, en even wachten, want anders dan liggen we weer beneden. Dat is natuurlijk voor niemand leuk. Jumpy, hoppakee. En ja, we gaan maar gewoon gelijk door, denk ik. Of niet.
Of niet? Hierboven is ook nog wat. Nou ja, laten we maar gewoon dit doen. Jumpy, nice. Zo, hoppakee, zwaartekracht. Oké, hoe gaan we dit dan doen? Oké, fancy. Ja, super fancy. Ja, heel fancy. Nu kunnen we hier naartoe. Althans, ik denk dat dit de bedoeling is. Ik probeer maar gewoon de goede kant op te gaan. Misschien is het helemaal niet de goede kant. Maar ja, we gaan het wel zien. Bounce! Oh, dit moeten we timen? Oké. Oké. Timen. Oh, nee! Rip. Die was iets te strak getimed, jongens. Oké, we zijn nu bij de eerste schakelaar. Maar volgens mij kon ik hier ook links. Dus ik wil eigenlijk even kijken wat er gebeurt als ik hier links ga. Zo, en dan zo. En dan zouden we hier bijvoorbeeld ook nog op kunnen. Als dit het qua timing tenminste toelaat. Oh, dit was... Ja, we waren... Oké, dit was wel de manier hoe dit moet, denk ik. Eens even kijken. Zo, en dan zo. En dan... Ja, nu zijn we erop. Even kijken hoe dit... juist. Ik weet niet of dit de bedoeling is helemaal, jongens. Oké, ik moet vanaf hier even een salto achterwaarts doen. Nu, en dan... het lukt niet. Oké, nog één keer. Ja? Oké, we zijn hier. Dit kan nooit goed gaan. Nee, ja, nee, laat maar. Ik ga wel gewoon de kant op waar we naartoe moeten gaan, jongens. Gewoon deze kant op, zo. Hoppakee, yes. Dan deze schakelaar, ja. En nu wel even goed timen. Ja, oké, nu is die beter getimed. Wow, oké, yes. Oké, dan bouncen en dan zo, denk ik. Auw. Oké, het ging soort van goed. Net niet helemaal. Bobby! What up, Bobby? Maak dat ding kapot. Denk ik. Nee, niet. We moeten hier bovenop springen. En dan... Oké. De eerste ronde ging eigenlijk beter. Kijk, dan worden we zo omhoog gelanceerd. Oh, dit moet blijkbaar in één keer goed gaan. Ja, oké, cool. En dan de derde. De derde. Ja, top. En dan... Auw. Oké, dat deed pijn. Oké, waarom... Is daar een uppie? We krijgen straks bullet bills, hè? We krijgen te maken met bullet bills, wedden? Oh, wacht even. We moeten hier omhoog springen. En dan gaat dat ding omhoog. En dan moeten we verder omhoog springen. Deze ziet er tricky uit. Oh, oké. Vet. Ja, top. Ga maar gelijk. Nee. Ik wil gewoon gelijk wegwezen hier. We hadden met Bobby een uppie kunnen krijgen. Waar ik denk van, nou, weet je wat? Ik ga maar gewoon gelijk door. Want, dit ziet er super tricky uit. Dit ziet er trouwens ook super tricky uit. Ja, wegwezen. Nice. Top. Lekker. Oeh, we zijn bijna bij de ster. Nu alleen nog even kijken hoe we bij de ster komen. Hoe gaan we daar komen? Oh, ik zie bullet bills. Ik weet niet wat die bullet bills voor mij gaan betekenen. Ik denk een hoop problemen. Dit gaan we nooit redden met een achterwaartse salto en dan... Nee. We moeten echt daar naar boven helemaal. Of wacht even. Moet ik bullet bill hier naar begeleiden? Moet dit ding kapot? Ik denk het. Ik denk dat dat hem is. Kom maar hier tussendoor. Zo, ja. En dan gaan we hier naartoe. Ja, en dan ga jij hier op, ja? Juist, oké. Ah, en nu staat de halve planeet vol water. Oh, alleen nu worden we wel gezocht. Super tricky dit. Kijk, maar nu kunnen we wel hierop. En dit is top. Kijk, dan kunnen we hierop. Want hier konden we... Of konden we hier net ook op? Oh, dan kunnen we op deze platformpies. Oh, joh. Aha, we moeten gewoon daar bovenop. Dat is even grappig. Oké, en dan zijn we nu hier. Moeten we hier omheen. Ga ik deze slopen. En dan moeten we straks dat platformpje daar pakken. Ja. Oké. Ja, go. Nice. Alright, we zouden uppie kunnen pakken, maar ik ga dat denk ik niet doen. Ik ga denk ik gewoon gelijk hier naartoe. Oh, daar is die ster. Oké, dit moeten we even heel goed timen, jongens. Volgens mij kan ik nu. Ja, nu. Ja, lekker. Nice. Klim! Nou ja! Oh snap, de levels worden echt moeilijker, maar wel leuker, omdat ze nu ook iets moeilijker zijn. Ja, dit was een heel fijn leveltje, jongens. Dit was echt leuk. En dat betekent nog 9 sterren te gaan. In deze aflevering hebben we er maar 2 gepakt, want ja, dit waren gewoon veel grotere levels. Doe een blauw duimpje omhoog! Abonneer op dit kanaal voor meer Mario Galaxy en straks ook Pokémon. En wil je me live zien gamen, volg me op twitch.tv/Rickertjew. En dan zie ik je daar, of gewoon bij de volgende video. Mazzel!